Holy shit! What the hell? Are you kidding me? Jackpot, baby. Groet mensen, ik ben zo leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van Egg Wars. Guys, wij zitten vandaag in de map. Geen idee. Ik heb werk geen flauw idee wat voor wat dit is. Het is in ieder geval een super awesome map, I hope. In ieder geval, jongens, wij gaan Egg Wars doen. Ik zou zeggen, klik even allemaal massaal op dat duimpje omhoog. Kijken hoeveel we in totaal kunnen halen. Ik ben heel erg benieuwd. We gaan eerst even al het iron gaan we natuurlijk verzamelen. Oh my god. Of dat gaan we dus niet doen. En mijn teamgenoten gaan mijn iron stelen. Nou, eigenlijk is het niet stelen, want ja, hun kunnen het ook goed gaan gebruiken. Ja, Egg Wars. Jullie vinden Egg Wars echt super awesome. Ik vind het zelf ook hartstikke leuk om te doen. Je moet echt constant moet je monies gaan... Hallo? Oh, gaat dit zo langzaam? Holy shit. Ik ga deze wel upgraden dan. I guess dat ik deze ga upgraden. 10 gold... En wij kunnen de gold generator upgraden. Die shit moet je doen. Je moet altijd gaan upgraden. Het is beter voor je teammaten. Het is beter voor jezelf. En later heb je er gewoon veel meer aan. Bam, jongen. Level 2 gold generator. Damn. Alright, we gaan hier nog even zo iron fixen. Kijk, dit is dus heel erg gierig. Ze hebben deze dus niet geupgrade. Dat is gewoon jammer. Altijd upgraden. Iron, zo snel mogelijk upgraden. Want als jij doodgaat en je hebt meteen wat gear nodig... kan je direct snel wat iron fixen. En dat is gewoon heel erg nice. We moeten eigenlijk direct naar het midden. Ik weet niet of een paar mensen van... Oh, there we go. Green's egg has been destroyed. Dat is niet zo super chill. Nou, wel voor ons natuurlijk. Het is chill, maar dan weet je wel dat mensen heel erg actief zijn om de eggs te gaan destroyen. En ja, zoals je al hier ziet... Oh, wacht, waren wij dat? Hadden wij die egg gekillt? Even kijken, waar staat dat? The green egg was destroyed by the Anakin Minecraft. Wow, die hoort inderdaad bij ons. Wat een bro. Holy shit, dan heb ik eigenlijk helemaal niks gezegd. Want als wij het zelf doen, dan betekent dat wij agressieve spelers hebben in ons team. En dat is best wel heel erg nice om agressieve spelers te hebben in je team. Want je kan toch niet echt doodgaan in Egg Wars. Je respawnt, dus dat is awesome. Min dan soy sub. Soja saus. I don't know. Gewoon soja saus. Gewoon mee eens zijn. Ik weet het niet. We moeten eigenlijk direct naar het midden. Maar eigenlijk denk ik van, we gaan gewoon naar blauw. Of naar blauw. We gaan gewoon naar groen. Want die zijn nu allemaal dood. En bij ons is het denk ik... Oh shit. Ze zijn niet allemaal dood, guys. Ze zijn niet allemaal dood. Maar nu wel. Nog steeds niet allemaal eigenlijk, want hier staat er nog steeds een Dudorino. Maar we kunnen deze dude, kunnen hem gaan killen. Is hij dood? Gone. Hoppakee. Komt ook niet meer terug. En dat is super chill. Er zit hier als het goed is nog eentje, denk ik. Not sure though. Nee, toch niet. Maar kijk, nu hebben wij dus superveel iron. Wat wij gewoon kunnen stelen van die andere dudes. We kunnen al het gold hier kunnen we stelen. Dit is nu allemaal van ons. Oh god, ik moet wel goed oppassen dat er niemand naar ons komt trouwens. Want dat is niet zo super chill. Maar wij hebben nu dus heel veel spullen die wij gewoon van hun kunnen jatten. Hier, iron. Wij hebben nu dubbele generators. En dat heb je gewoon echt nodig. Ja, waar ga ik voor? Ik wil eigenlijk voor een iron sword. Dat is gewoon heel erg nice om te hebben. En dan moeten we eigenlijk diamonds nu gaan fixen. Oh, eten is misschien ook wel nice. Eten heb je altijd nodig. Bam, dan gaan we gewoon lekker veel steaks nemen. Hoppakee. Chill. We gaan even terug, want we moeten natuurlijk ook... we hoeven eigenlijk helemaal niet terug. Ik zie dat ze daar niks hebben gebouwd. Als ze naar ons bouwen, direct teruggaan. Echt direct teruggaan. Hoppakee, even wat iron weer verzamelen. Gaan we een paar blokken fixen. Voilà, hoppakee, we hebben een paar blokken. En wat we nu gaan doen, we gaan zo snel mogelijk naar het midden. Want als je in het midden bent, kan je diamonds fixen. Als je diamond kan fixen, dan ben je de boss. Dan ben je gewoon... Dan ben je de man. Als je zo snel mogelijk diamonds kan fixen voor je teammaten... Dan ben je gewoon echt ontiegelijk goed bezig. Gewoon. Dan kan je je diamond generator aanzetten. Dat betekent dat je zo snel mogelijk iron en een diamond sword kan maken. Nou, wie wil dat nou niet? Ik weet niet waar mijn team is, though. Het lijkt... Oh, ze staan daar gewoon. Wow, er viel daar net iemand naar beneden. Shit. Maar die viel daar vandaan. Oh, er staat iemand leuk op me te wachten. En hij eet een golden apple. Alright. Eet hij een golden apple? Hij eet geen golden apple. Hij is van purple. En purple, als die dood zijn... Of als ik purple kill... Dan kunnen ze niks meer. Get out. Get out of my game. Get out of here.
Ja, ik heb een golden apple. Je kan nu echt helemaal niks meer. Je bent done. Done for it. Wow. Holy shit. What the hell? Are you kidding me? Jackpot, baby. Jackpot. Oh yeah. Look at this, guys. Oh, level 3 generator. Not even kidding. Oh my god. Dat is echt awesome. Als ik nu dood ga, dan ga ik echt janken. Damn, dat was echt jackpot, jongen. Holy shit. Ik heb nu 16 diamonds. 16 freaking diamonds. Ik ga hier nog even wat iron pakken. Hier nog wat iron pakken. Daarna zo snel mogelijk terug. En de diamond generator activeren slash upgraden. Ik denk dat die al geactiveerd is. Nee, hij is niet geactiveerd. Wauw, hij is ook nog helemaal niet geactiveerd. Dan ben ik de eerste die de diamond generator gaat activeren. Hoppakee, there we go. Level 1, bam. Level 2 diamond generator, instant. Hoppakee, hebben we even gefixt voor ons team. Hebben we ook echt heel hard nodig. We moeten even een chest maken. We moeten even zo snel mogelijk een chest maken. Dat doen mensen nooit. Ik weet niet waarom mensen dat niet doen. 2 chests is meer dan genoeg. Hoppakee. Maar een chest hebben is zo ontiegelijk belangrijk. Hier, hoppakee. Kunnen we al ons items instoren. Als wij doodgaan, pakken we iron. Kunnen we meteen dingen maken. En we hebben hier een heel mooi fort. Looking good, guys. Het ziet er goed uit. Ik denk dat we niet via ons eiland naar het midden moeten gaan bouwen. Ik denk dat dat heel erg gevaarlijk is. Ik denk dat we gewoon via deze kant elke keer moeten gaan. Het duurt ietsje langer. Oké, nou, boeien. Wat boeit het als het iets langer duurt? Het is wel gewoon veiliger. En er staat hier iemand binnen. Maar die hoort bij ons. Dus daar ben ik wel blij mee. Not sure though of wij nu naar binnen kunnen gaan. Can I come in? From our team. Oh shit. Er is een Deuterino. Nice. Oké, ik ren weg. Nice. Oh sick. Get out of my way. Oh, ik was echt met 1 hit was ik dood, hè. No joke. Met 1 hit was ik dood. Waar is de Anakin Minecraft? Waar is die dude? Waar is ons teamgenoot? Not here though. Shit, want ik kan hier nu niet uit. Ik zit hier opgesloten. Dus dat is niet echt chill. Dit is niet echt chill. Ik zit hier gewoon opgesloten. Maar we hebben wel echt de jackpot, guys. Holy shit. Check dit dan. Dit is echt niet normaal veel. Dit is echt gewoon niet normaal veel. Hoeveel wij hier krijgen. Level 3 diamond generator, though. Oké, we gaan terug. Ik moet niet greedy worden. Want als ik dat word, dan gaat het niet goed. Nee, dan wil ik echt te veel dingen fixen en zo. Ik ga hier die diamond generator gewoon activeren. Because why? Of ik kan full iron maken. Ik ga denk ik full diamond maken en dan ga ik gewoon naar het midden. Want daar hebben ze al een level 3 diamond generator en wij controleren toch het midden. Dus why not? En als ik hier iron ga fixen, dan ben ik denk ik de sterkste in de hele server. Dus dat is ook wel heel chill. Hoppakee, iron. Nice, equippen we. Hoppakee, we gaan even wat eten. En we are ready to rumble. Nee, trouwens nog niet. Ik wil wel heel graag een pickaxe hebben. Hier, een iron pickaxe is echt... Het is echt heel goedkoop, jongens. 3 gold en je hebt een iron pickaxe. Met efficiency 2 of efficiency 1. Ga die dingen maken. Of ga die dingen direct kopen. Ga eerst de belangrijke dingen kopen. Een zwaard en een pickaxe. Die 2 heb je nodig. Oh, en een zwaard natuurlijk. Een zwaard is ook heel erg belangrijk. Als je die 2 hebt, bam, dan kan je gewoon alles aan. Er staat hier een dude en die staat een beetje te zitten van... Ah, ik heb allemaal diamonds en zo. Ik voel me vet chill, maar ik kill hem gewoon. Ik rek die dude. Hoppakee. We doen dit. We gaan dit even dichtmaken. Zoals die andere dude ook deed. Dat voel je wel gewoon even een stuk veiliger. Oké, die kan ik niet meer upgraden. Level 3 is inderdaad echt max. Ik ben benieuwd of hier boven wat is. Ah, we zijn hier gewoon veilig. Check hoeveel iron ik al heb, jongens. Check hoeveel freaking iron ik heb. Dit is allemaal level 3. Ik weet niet of ze dit direct hebben geüpgraded. Of niet? Ik denk het niet. Ik denk dat dit gewoon bij de map al hoort dat het allemaal level 3 is. Want dit is echt insane. Hoeveel iron wij niet hebben. Dus echt, ik ben hier zo blij mee. Hoppakee. En we hebben al 17 diamonds. Ik wil in totaal boven de 30 diamonds. Niet dus in totaal. Ik wil gewoon rond de 30 diamonds, wil ik. Ik denk dat dat wel te doen is. Ik heb er nu 25, 16. Dat gaat ook gewoon hard. En dan kan ik dit zo meteen allemaal naar mijn chest brengen. Shit, er komt iemand aan. Er staat daar hier iemand om het hoekje. I guess.
Oh nee, toch niet. Toch niet. Woop, we pakken de diamond. En backup komt eraan. De Anna King Minecraft. Die komt ons helpen. Dus daar ben ik super blij mee. Dan kan ik nu gewoon even rustig teruggaan. Kan ik even mijn items storen. Kan ik even nieuwe items kopen. Ik kan een bow gaan kopen. Met power. Wat ik sowieso ga doen. En de Anakin Minecraft killt ook een Deuterino. Daar ben ik ook hartstikke blij mee. Want als je, hoe meer mensen je killt, hoe beter natuurlijk. Check dit dan. Dit is gewoon een hele grote fort. Hoppakee. Marius. Gula. Unidia. Qua. Dude, ik versta je niet. Ik versta je niet. Hier, neem de diamonds, man. Neem de diamonds. Here you go, my friend. Here you go. Het zijn geen Nederlanders. Ik ben echt blij. We zitten eindelijk in de server zonder Nederlanders. Maar wel allemaal Spanjaarden. Sanquio. Ja. Sure. I don't know. Ik kan geen Spaans of wat. Het is denk ik Spaans. Maar ik gaf hem even al mijn diamonds. Het is niet omdat ik dan... Het is gewoon good feeling. Het is eigenlijk gewoon van... Hij heeft alleen maar leather. Hij heeft niet zo superveel. Ik heb full iron. Ik heb mijn armor sport. Ik kan mensen aan. Ik kan mensen killen. Hij kan nog helemaal niemand aan. En hij zit hier een beetje ons hele basis te protecten. Ja, die mensen moet je ook beloning geven, vind ik. Die mensen moet je... Ja, ook wat geven. Want anders zitten ze daar. Ik weet dat niks te doen. En dus, oh, wat kon je, jongens? We gaan aanvallen. Ja, dude, ik heb niks. Hij kan nu een full setje iron kopen. Hij kan een iron of een diamond sword maken. Hij is blij. Iedereen is blij. Deze dude rent weg. Hij is niet zo super blij. I guess. Kunnen we hem hit geven? Nope, dat kunnen we niet. Maar we kunnen wel dit doen. Get out of my way. Zo, het is misschien heel erg lame dat ik dat doe. Het heeft waarschijnlijk ook niet zo super veel zin. Maar het is wel nice, want het duurt altijd even wat langer om terug te komen. En ze moeten blokken meenemen. En als je blokken vergeet, dan moet ze weer terug. En dat kost weer tijd. En hurpy derpy derpy. Zo, wij gaan hier even... Kunnen we deze niet upgraden? Ja, why not? Why not? Ik wil meer gold, dus ook chill om te hebben. En we hebben toch genoeg diamonds. We hebben echt gewoon genoeg diamonds. Even kijken. Want wat ik even kan doen, is... Want ze willen hier waarschijnlijk... Hoogstwaarschijnlijk gewoon weer terugkomen. Wat nou als we gewoon even dit doen? Hoppakee. We gaan dit gewoon even hier bouwen. Dan kunnen ze hier moeilijker naartoe. En dan moeten ze ook eerst dit weghakken als ze hier naartoe willen. Dus dat is moeilijk kut voor hun. Dat is echt gewoon moeilijk na voor hun. Is dat purple? Dit is pink. Waarom begint die duur terugrennen naar pink? Dat is... Hé. Hey, dat is blauw. Dat is blauw. Shit, er wordt iemand aangevallen. Er wordt iemand aangevallen hier binnen. I guess. Nee, oké, dat is de Anakin Minecraft. Die dude gaat gewoon lekker diamonds verzamelen. Can I have 10 dia for upgrade? Kijk, nice. Ik vind het gewoon heel erg fijn dat die dude... T-bro. Ik vind het gewoon heel erg fijn dat die dude ook gewoon even mij gaat helpen. We zijn gewoon goed bezig met een goede teamwork. En dat is gewoon super chill. Want nu kan ik hier naartoe. Ik kan deze hier gaan upgraden. Bam. Hoppakee. En dan kan ik hier zelf ook diamonds gaan fixen. Dus dat is gewoon super chill. Zit hier iemand? Ik hoorde iemand bewegen. Dit is oranje. We moeten alleen maar nog tegen purple. Er loopt hier iemand. Maar misschien is het... Ah, dat is de Anakin. Meer dan S YouTuber. C. Ja. Allemaal Spanjaard. Of ja, Spanjaard als het goed is. C. 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 Senor. Ik kan geen Spaans. Ik kan alleen maar Engels. En ik kan Nederlands. En ik kan ook heel slecht Nederlands. Oh my god, ik moet hoesten. Oh, wow. We're going back. Purple is heel erg verdedigend. Nah, ik ben geen Spanjool. Nah. Netherlands. There we go. There we go. Ik heb vriendjes nu in Spanje, I guess. Channel. Project Minecraft, yeah. You are gonna be famous after you're gonna be famous tomorrow. Oh, there you go. Tomorrow is met 2 M's. Als het goed is. I'm not sure. Oh my god. We gaan zo snel mogelijk maar hier weg. Want we worden een beetje bekogeld van paars. Wat niet echt super chill is.
There we go. We're gone. We are gone. Hoppakee, want die dude schiet daar elke keer op ons. Hun hebben niet zo superveel. Hun hebben helemaal niet zo superveel grijs. We kunnen grijs denk ik wel aan, hoor. Dat is niet zo super moeilijk. Ik denk dat we grijs makkelijk aan kunnen gaan. Ja, kijk, hun hebben niet zo superveel. Oh my god. Ah, schiet maar op me. Schiet maar. Je mist toch alles. Oh, die was raak. Ik moest naar links. Ja, hij blijft op me schieten. Hij blijft scheef schieten, though. Why are you missing? Ah, ik weet niet of ik tegen andere mensen ook kan praten. Dan moet ik iets met shout of zo, maar not sure hoe ik dat doe. Liggen hier trouwens al een paar diamonds. Nee, deze is broken. Ik ga een boog maken. Ja, waarom ga je maken? Kopen. Waarom ga ik geen boog kopen? Ja, je hebt het ook zo zwaar, hè, villager. Je hebt het zo zwaar in je leven. Een beetje hier staan, niks doen. Ja, inderdaad. Inderdaad. Alright, we hebben genoeg. Ik ga nog wel even wat eten kopen, I guess. Ik denk dat het wel handig is. Ja, laten we inderdaad even een paar steekjes kopen. Hoppakee. There we go. Gewoon 4 iron weg. Oh jee, wat erg. Ik heb ook nog 3 golden apples. Helaas geen golden notch apples. Maar meer heb ik eigenlijk. Ik denk dat dit ook genoeg is. Het is sowieso niet genoeg tegen grijs. Want grijs kunnen we gewoon niet killen. Maar hij blijft op me schieten. Hij blijft op me schieten. Wat niet zo super erg is, want ik kan gewoon zo doen. Hoppakee. En nu ben ik veilig. Hoppakee. Hij blijft schieten, though. Maar ik kan meer damage doen. Ik heb power. Ik denk dat hij geen power heeft. Ah, misschien wel, trouwens. Ik denk het wel. Hij rent daar naartoe. Ah, hij rent daarachter. Dus kan ik nu weer gaan bouwen. Gewoon rustig gaan bouwen. Totdat hij weer gaat schieten. Oh shit, ik heb geen blok meer. There we go. Hoppakee. Ik heb hier wat hulp nodig van mijn teammaat, I guess. Want ik bouw hier. Ik ben denk ik de enige die wat aan het doen is. Oh shit. Oh shit. Our base. Quick. Snel. Terug. Fuck, hoe kom ik terug? Als hij me hier schiet, dan is hij een one lucky bastard. I guess. Maar hij schiet me niet. Hij schiet me gelukkig niet. Maar we moeten terug naar onze basis. Want die wordt zometeen aangevallen door paars. Marius! Hoort Marius bij ons? Marius, je bent een eindbaas. Marius is één hele grote eindbaas. Maar ik ga liefst toch zo snel mogelijk terug. Maar wat een eindbaas is die Marius. Die maakt even de grijze air kapot. Ik weet niet hoe hij dat heeft gedaan. Oh, via boven. Oh my god, dan was ik zo slim bezig om hun af te leiden. Daar beneden. Dat was best wel heel erg chill van mij. Dat was echt een hele goede actie. Maar ja, kijk, goed dat ik terug ben. Goed, serieus, echt awesome van mij dat ik gewoon terug ga. Want daar komt echt net paars aan. Echt gewoon net. Oh my god, wat heb ik veel mazzel. Wat heb ik serieus veel mazzel dat ik terug ga. Ik moet even blokken hebben. Ik moet serieus blokken hebben. En ik moet oppassen dat ze niet komen. Wat ze waarschijnlijk wel gaan doen. Ik denk dat ze daar blijven gaan campen. Yellow is sucks. You mad, bro? You mad, bro? You mad? You mad about us? Op us? Wow. There we go. There we go. Oké. We hebben genoeg sandstone. Kunnen we hier ook even een fort gaan maken. Dit is denk ik ook allemaal goed geprotect. Hier kunnen ze niet zo super snel naartoe. We moeten paars killen. Purple is coming, guys. Coming zonder G. Alright. Ik heb gewoon een beetje type AIDS vandaag. I guess dat oké is. Waar is ons team? There we go. Go purple, kill them. Ik denk niet dat dat gaat lukken. Ik denk niet dat ze ons kunnen killen. Nice. Oké, nu moeten we dit even wat breder maken. En dan moeten we dit gaan fixen. Want dan kunnen we er niet afvallen. Oh shitballs. Dude. They got me. Alright, maakt niet uit. Want we kunnen direct dit pakken. Hier om het hoekje, in ons chest. Niks pakken. Alright, alle diamonds zijn gone. Waarschijnlijk heeft niemand daar diamonds in gedaan. Niemand doet dat. Ik weet niet waarom. We kunnen hier wel wat diamonds. We moeten 20 diamonds hebben. 20 in totaal. Oh my god, dit gaat zo langzaam. Kom op, hurry up.
20 diamonds heb ik nodig. Eigenlijk meer, want ik heb ook nog een nieuwe sword nodig. Ga ik niet doen. Ik ga niet direct een nieuwe sword kopen. Ik heb een iron of een stone sword. Niet het sterkste, I know. Maar armor is gewoon 10 keer belangrijker. Ik heb eerst armor nodig. Daarna een sword. Daarna een boog. Ik moet het in die volgorde doen. We gaan eerst armor fixen. Want met armor kan ik nog ook heel irritant doen. Kan ik heel veel wegrennen. Hitten. En proberen te survive natuurlijk. Oké, okay, equip. Thanks for the diamonds, bro. T. Thank you, thank you, thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Ze gaven me diamonds. Ik kom 1 diamond tekort. Ik kom serieus 1 diamond tekort. Oh, my diamond. Oh. Oh. Ah. Hey, ik denk, het is eindelijk karma. Ik krijg eindelijk wat terug. Eindelijk, but nope. Ze wouden het zelf. Helaas. Helaas. Als ik dat kon hebben, dan was het heel erg aardig. Maar dan vind ik het weer een anticlimax dat ze dan zeggen van, nee, het zijn my diamonds. My diamonds. Alright, 2 diamonds. Ze komen. Nee, dat is de Anakin Minecraft. Die hoort bij ons. Dat is onze Anakin. Dat is onze Starcraft. Dude, Starcraft. Star Wars. Oh my god. Dat is onze Star Wars, dude, Reno. Ja. Yeah. Alright. We hebben genoeg sandstone nu. We gaan even wat food fixen. Is nog belangrijker dan blokken. Hoppakee. Nice. Alright. We are ready to go. Ready to rumble. Once again. Hoppakee. Even wat gold fixen. Ja, kijk. We moeten gewoon rustig naar hun gaan. Is dat onze dude? Of is dat undercover YouTube spy van YouTube? Dat kan ook iemand van purple zijn trouwens. Nee, denk ik niet. Het zal heel raar zijn. Hier jongens, maak dit gewoon hoger. Dan kunnen ze ons sowieso niet hitten. Oh, wacht. I get it. I get it. I get it. Wauw. Ze blijven maar schieten. We moeten terugschieten. Of we moeten via de andere kant. Oh, wacht. Maar dat doet die dude natuurlijk. Die gaat gewoon via de andere kant. En die gaat hun killen. Ze hebben best wel goede gear. Maakt echt ons helemaal niks uit. Want wij hebben onze egg nog. Wij kunnen respawnen. Wij kunnen voor suicide missions gaan. Dat boeit dus echt helemaal niks. Dat boeit ons echt helemaal niks. Hoppakee. Ik ga wel even terug. Ik heb even wat diamonds nodig. Ik heb 6 diamonds. Ik wil lekker veel diamonds fixen. Ik ga daar ook even een pickaxe kopen. Is ook wel handig. Ik heb weer geen pickaxe gekocht. Het eerste wat je moet doen is een pickaxe kopen. God damn it, Sam. Why don't you buy a pickaxe? Hoppakee. Ik ga voor... oh shit. Nee. Dan ga ik maar voor diamond. Efficiency pickaxe. Die zit efficiency 3. Ja, oké. Okay, dat is efficiency 3. Maar dat hebben wij niet nodig. Want we hoeven eigenlijk niks meer kapot te maken. Dus dit is eigenlijk meer dan genoeg. We pakken hier nog wat gold. En ik ga hier naartoe. Want... hopen dat ze me niet neerschieten. Ik denk het wel. Ik denk dat ze me zien en dat ze me neer willen schieten. Apple of notch. Ja, we hebben notch apple nodig. Dat is ook heel erg nice. Hoppakee, pak hier even wat diamonds. Maar, wat mijn plan dus nu is... hun staan nu elke keer daar. Hun blijven daar campen. Alright, cool. Wij moeten gewoon via deze kant eigenlijk gaan. En hun hier ook een beetje gaan afleiden. Dat we aan 2 kanten kunnen komen. En dat hun eigenlijk fucked zijn. Want het is echt zo naar als je aan 2 kanten wordt aangevallen. Kijk, ze zien me ook niet eens. Ze zien me niet eens. Maar eigenlijk wil ik wel dat ze me zien. Eigenlijk wil ik heel graag dat ze me zien. Want dan gaan ze op mij focussen. There we go. Ze focussen nu op mij. Nice. Nice. Alright. Alright. Kijk, dit is nu chill. Want nu ben ik aan 2 kanten. Of nu zijn ze aan 2 kanten vulnerable. Dus je kan ze aan 2 kanten kan ik ze aanvallen. Hoppakee. En ik kom elke keer een stapje dichterbij. Elke keer gewoon rustig een stapje dichterbij komen. Totdat mijn blokken op zijn. Maar dat maakt niet uit. Maakt niet uit. Hij focust op me. Daar gaat het om. Zo, there we go. En nu kunnen wij aanvallen. Nu kunnen we gaan aanvallen. There we go. Laat ze nog maar focussen op mij. Laat ze nog maar focussen op mij. Inderdaad. Tut, val aan. Val aan. Nice. Oké, okay, we got this. We got this, guys. Oké, okay, ik weet niet wat daar gebeurde. Maar mijn blok was ineens gone. Mijn blok was gone. Gone.
De Anakin is ook dood. Shit. Are you kidding me? Guys, dit is slecht. Dit is slecht. Koop een zwaard. Oh my god, ik kan niet eens klikken. Koop een zwaard van wat iron. Want dan krijg je een stone sword. Logica. Anti-knockback. Oh, hebben ze serieus anti-knockback? Hebben ze serieus anti-knockback? Oh my god, ze hebben anti-knockback. Dat is naar. Dat is echt heel erg naar. We moeten gear weer fixen. We moeten gewoon zo snel mogelijk gear fixen. Dit is zo spannend, guys. Dit is echt ook een fucking lang potje. Maar ja, dat... oh my god. Ik denk dat het inderdaad hackers zijn. Ik denk dat het dan hackers zijn. Want ze hebben anti-knockback. Ze hebben, lijkt wel, unlimited resources ook nog. Dat is ook echt heel erg weird. Ik kan beter teruggaan. Ik heb niks. Ik kan beter diamonds gaan farmen weer. Ik kan gewoon rustig diamonds gaan farmen. Dat is wat ik moet doen. Al die diamonds daar zijn ook gone. Ik ga naar het midden. Ik ga diamonds farmen. Ik moet dingen hebben. Want niemand van ons farmt diamonds. En dat is een beetje naar. Eigenlijk moet je... misschien moest ik dat wel doen. Misschien moest ik wel diamonds farmen. Maar ik ga er altijd vanuit dat andere mensen dat doen. Ik denk dat ze me neer gaan schieten. Ze komen. They're coming. Maar het zijn hackers. Dus het is nogal heel moeilijk om hackers te killen. Het is nogal pittig lastig om hackers te gaan killen. Maar als we het doen... dan zijn we wel awesome. Maar ze hebben ook... Je moet wel vanuit gaan, jongens. Ze hebben geen egg meer. Dus hun nemen een heel groot risico. Maar als het hackers zijn, dan is het eigenlijk niet echt een groot risico. In fact, dan is het echt super easy. Alright, 10 diamonds. 20 diamonds, sorry. Hoppakee, meer dan genoeg. We gaan nog even hier wat gold fixen. En daar... ik kan niet meer sprinten. Ik moet een golden apple even eten. Want ik moet sprinten. There we go. Nice. Oké, we gaan terug naar ons teammaten. Zo snel mogelijk. Hopen dat ik niet vanaf geknikkerd word. Nee, ze zijn daar aan het vechten. En ik zag daar iemand met ladder. Oh my god, hij is weer dood. Die Anakin Minecraft. Die dude is goed. Want ik weet dat hij goed is. Hij PvP't al heel veel in dit potje. En hij maakt heel veel kills. En hij gaat dood door die dudes daar. Not sure if fair. Maar we moeten er allemaal er eigenlijk in. Ja, kamikaze inderdaad. Ja, dat is een goeie. Inderdaad, gewoon kamikaze plegen. Dat is wel het handigste wat je kan doen. Ik moet eten kopen. Ik moet eten snel mogen kopen. En dan moet ik heel snel terug. Want ik ben er heel gevaarlijk bezig, by the way. Ik ben niet in ons base. Ik ben niet daar. Als ze aanvallen, dan doe ik niks. Dan ben ik niks aan het doen. Dan zit ik hier gewoon een beetje resources te verzamelen. Ze worden... alright. Anakin Minecraft is weer dood. Naar. Dude, dit heeft geen zin. Je moet niet elke keer zelfmoord plegen eigenlijk. Want dat heeft geen zin. Dat heeft echt zero zin. Alright. Ik heb nu wel genoeg diamonds. 9 diamonds. Alright. Gold en dia in de chest. There we go. There you go, my mate. Ik pak mijn gold wel weer. En dan wil ik even een zwaard kopen. Een iron sword dan maar, hè. There we go. Bouwblokken. Natuurlijk heel handig. Bam. Oké. Ik denk dat ze komen. Want er gaan nu heel veel mensen dood. Ja, ze komen. They are coming. Even kijken of ze inderdaad anti-knockback hebben. Deze dude heeft geen anti-knockback, though. We moeten wel oppassen dat ons egg niet naar de tering gaat. Wat waarschijnlijk wel gaat gebeuren. Ik zie ze niet, though. Ik zie ze nergens. Oh, ze zijn daar met z'n tweeën. Eentje is dood. En twee is dood. GG. GG, this game. Hij kan niet meer winnen. Hij kan sowieso niet meer winnen. Wat de hel? Hoe de fuck gaat hij niet dood? Ik wou net zeggen. GG, guys. GG, well played. Wat een What the fuck? Wat een insane spannend potje. Serieus. Super lang duurde het. Dikke shout-out naar mijn Spaanse Tudorinos. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor het kijken van deze Skywars. Egg Wars aflevering. Als je hem leuk vond, vergeet natuurlijk even niet op het blauwe duimpje te klikken. Check jullie de volgende keer weer. En ik zeg peace.